Via Cultura Weekend Magazine. Met Frits Barda over zijn Mijn Straatportretten. Woensdagavond moest ik eraan denken van hoe mooi het is om gewone Dordtenaren te portretteren. Dat is meteen ook even het bruggetje naar onze andere gast, Frits Landa. Want wat heb jij ons afgelopen zomer verrast? Met een prachtige portrettenreeks uit jouw eigen straat. Oh, ja, dankjewel. Ik moet zeggen, ik heb mezelf ook verrast in mijn eigen straat. Ik wilde heel graag iets doen in deze ongewone tijden. Ik ben journalist, schrijver, maar in de eerste plaats journalist. En ik zat in mijn huis, net als ieder ander. En ik keek naar een persconferentie van Rutte. En ja, dat was een mededeling aan mij en aan de Nederlanders, ja. Van blijf vooral thuis. En ik dacht aan mijn buren van ja, die zitten nu ook thuis. Ja. Maar wat doen ze eigenlijk en hoe ervaren ze dit? En ik ben bij mijn oude hoogbejaarde buurman begonnen. En naast wie ik al 30 jaar woonde, want hij is inmiddels overleden. Ja. En zoetjes aan ben ik de straat doorgegaan met eigenlijk de opdracht aan mezelf. Verras jezelf. Er komt steeds een ander. Ieder mens is anders, heeft een andere belangstelling gebied, heeft een andere beroep. En ik dacht, ga ik dat wel halen? Ik had een soort streefgetal, 30. Ik dacht, dat wordt een opgave, maar het bleek helemaal geen opgave. Dus ik werd iedere keer verrast en met heel bijzondere verhalen. Ja, en wat ik wel bijzonder aan vond, want ik begreep een beetje, ik heb het gevolgd via Facebook. Dat op die manier echt contact leggen in die buurt eigenlijk best afweek van wat je gewend was te doen. Ja, zeker. Ja, ik ben letterlijk de straat op gegaan. Want ik mocht niet veel. Ik mocht niet bij mensen binnen. Ik vond het ook niet gepast. Mm-hmm. Dus ik heb gemeend, ik moet naar buiten en dan ga ik aan de deur staan en dan ga ik mensen vragen hoe het met ze gaat. Dat was eigenlijk de belangrijkste vraag. Ja. Maar dat heb ik gedaan bijvoorbeeld met mijn oude vishengel die ik op zolder heb gevonden. Daar heb ik een microfoontje aangespeld. Dat was 1,5 meter. En daar zat een voice recorder aan. Ik heb die gesprek opgenomen en verwerkt tot een verhaal van 500-600 woorden. Ja. Dat was het. Ik geloof dat ik 1 keer bij iemand binnen ben geweest, maar voor de rest was het aan de deur en dan een half uur lang ongeveer luisteren naar mensen. Ja, ja. En mensen wilden graag praten, dat bleek ook. Dat is wel heel mooi. Sil, heb jij de Facebook post van... Ja, zeker. Ja, ik heb enorm genoten. Ja. Ja, ik vond het echt geweldig. Ik vond het... beetje baanbrekend eigenlijk wel. Ik vond het leuk en wat ik met name leuk vond is dat Frits neemt de tijd om het hele verhaal recht te doen. Dus vaak heb je als mensen geïnterviewd worden, dan worden ze geïnterrupteerd en dan gaat eigenlijk de gespreksleider gaat zijn wil op het verhaal leggen. Ja. Maar dat gebeurde in dit niet. En dat vond ik eigenlijk wel heel mooi en daardoor waren de verhalen heel persoonlijk. Bijvoorbeeld van die Marokkaanse dame die dan de verhaal vertelt dat ze ooit naar Dordrecht gekomen was. En dat haar zoon erbij was en dat die dus de kapsalon toevallig ook bij ons op de Voorstad Noord heeft. Dat zijn mooie verhalen. Ja. Dus mooie mensen. Eigenlijk zijn we allemaal mooi natuurlijk en ieder verhaal is mooi. Ja, ja. Dat vond ik ook wel het frappante. Ik bedoel, het is dan toevallig jouw straat, maar eigenlijk zou je in iedere straat... van Dordrecht zou je dit soort verhalen kunnen ophalen. En daarmee lijkt het heel erg gewoon, maar het is dus heel bijzonder als je gewoon die ruimte biedt. Ja, het is moeilijk van mijn eigen straat te zeggen. Ik vind het blijkt nu een heel bijzondere straat te zijn vanwege de variatie van mensen. Maar had ik
aan het Kasperspad iets gedaan of Voorstad Noord. En één op één die gesprekken gehad, ja, dan was er ook iets uitgekomen. Had ik Sylvia geïnterviewd, dan weet ik zeker dat er een verhaal uit was gekomen. Ja, niet in 500 of 600 woorden. Maar... Ja, dan had ik aan de banden moeten houden en aan teugels. Maar er was toch iets uitgekomen. Hè? Ja. Dus, er was, en ik heb iedere buurman, buurvrouw heb ik geprobeerd een stem te geven. Eén verhaal. De rest heb ik weggelaten. Eén verhaal. Ja. En nou heb ik begrepen inmiddels dat het niet blijft bij er zijn gewoon deze prachtige verhalen. Maar je bent uitgenodigd om in het Dordts Museum iets te gaan doen met die verhalen. Ja. Weet je al hoe dat eruit gaat zien? Nee. Wat zijn de afspraken? Nee, geen flauw idee. Maar dat weten ze zelf ook nog niet. Dat is een. Ik ga van de ene verrassing in de andere. Ik wist ook niet dat het Dordts Museum dit zou gaan doen. Ik heb contact gehad met de conservator Annemiek van Hees. En die is bij mij thuis geweest. En ik vraag aan haar: wat wil je nu met mijn verhalen? Wat gaan we doen? Toen zei ze: ja, dat weet ik niet. Dat hangt van Dordtenaren af en van je straatbewoners. Want. Wat ik wel weet, is dat er een grote tentoonstelling komt, I Love Dordt, ja? Vanaf 13 december tot 21 februari. Dat is dan hebben we het over 13 december 2021. Nee, 2020, dus over 2 maanden. Oké, dat is vlot. Ja. En Dordtenaren worden uitgenodigd om een voorwerp in te leveren, waarmee ze hun verbondenheid of liefde met de stad uitdrukken. Mm-hmm. En daar hoort dan ook weer een verhaal bij, zoals ik ook verhalen heb opgetekend. Ja. En mijn project wordt onderdeel daarvan, Stemmen uit mijn straat. En aan mijn buren wordt gevraagd om een voorwerp in te brengen dat iets zegt over hun verbondenheid met corona. Wat heeft corona met je gedaan? Dus ja. Het kan een gedicht zijn, of het kan een kan heel iets anders zijn, een tekening of. Ja. Maar de vormgever, die sprak ik laatst in de museumtuin van Dordts Museum. En ik zei: weet je al wat je wil en wat je kan? En toen zei hij: ja, dit is voor mij compleet nieuw. Dit wordt voor mij een guerrilla-tentoonstelling. En dat vond ik zo'n mooi begrip. Ja. Hij moet erin duiken en weet niet waar hij uitkomt. Dus ook voor het museum heeft dus wel een duidelijke wens dat het in beeld gebracht moet worden. Ja. Maar het is ook voor hen nog een zoektocht van hoe gaat dat er dan uit? Ja, en ik vind het geweldig dat ik daar onderdeel van mag zijn. Of wij, de mensen uit de Hoge Nieuwstraat. Ja, kan het ook zo zijn... Want je hebt ook foto's gemaakt van iedereen en daar zitten echt prachtige portretten bij wat dat betreft ook in beeld. Gaan we die ook terugzien in het museum? Of, ja, ik vermoed van wel. Mensen dan eerst toestemming geven van ja, ik wil daar wel aan de muur hangen? Ja, zeker. Ja. Ik heb ook wel iedereen vooraf gezegd dat het gepubliceerd wordt, op welke wijze dan ook. Dat was in dit geval de Facebook. Ik wilde het snel plaatsen, iedere dag een verhaal. Ja. Dat is ook gelukt. Maar ik heb wel iedereen toestemming gevraagd of het openbaar gemaakt mocht worden. Iedereen heeft ook ja gezegd. Dus daar was ik heel blij mee. Ik heb eigenlijk geen... Nou, twee mensen hebben geaarzeld en hebben gezegd ik doe liever niet mee, maar... Ja. Verder heeft iedereen medewerking verleend. Ja, dus eigenlijk bijna de complete straat is in beeld gebracht op die manier. Nou, Sylvia noemde al het vraaggesprek met die Marokkaanse mevrouw. Wat ik ook een hele mooie aflevering vond. Wat zijn er nou afleveringen die jou het meest na aan het hart liggen? Of? Ja, zeker. Ik moet zeggen... Dat klinkt een beetje flauw. Alle 30 mensen hebben mij geraakt met hun verhalen. Dat ze het wilden vertellen. Dat ze zich figuurlijk blootgaven aan de deur. Ja, ik kwam dingen te horen over mijn buurman. Ik ken hem 30 jaar. Ik heb met hem
Nauwelijks gesproken, altijd gedag gezegd. Mm-hmm. Maar in de garagedeur hadden we het over zijn naderend einde, over de dood. Maar hetzelfde geldt, datzelfde heb ik bijvoorbeeld met een vrouw Julie gehad, die een paar huizen verder woonde. Ik wist dat ze schoonmaakte, maar ik wist niet dat ze in het Albert Schweitzer ziekenhuis schoonmaakte. En ik vroeg, waar doe je dat dan? Ja, ik ben toch maar naar de corona-afdeling gegaan, de IC. Ja. Want iemand moest het doen. En vertelt ze ook nog dat haar vader aan een soortgelijke ziekte in Peru is overleden. Dus zij ging daar naartoe, iedere dag, iedere nacht, om schoon te maken en dacht aan haar vader. En kwam ze thuis, stak ze een kaars op voor alle mensen die aan corona leden en voor haar vader. Dus. Ja, dat zijn toch wel heel bijzondere, maar ook indringende beelden. Ja. Heb je ook een beetje zicht op hoeveel mensen in Dordrecht hebben genoten van jouw Facebook-posts en van die toch hele mooie persoonlijke verhalen die je daar dagelijks plaatste? Ik heb er niet zo'n zicht op. Ik weet wel dat er er kwamen tientallen reacties op Facebook. Maar niet iedereen liked of niet iedereen laat een berichtje achter. Maar ik merkte wel in de stad. Ja. Ik fiets veel door de stad en dan krijg ik heel veel reacties. Ja. Er is ook van mensen van wie ik helemaal niet wist dat ze op Facebook zaten. Of, dus die ben je gaan zoeken en toevoegen. En, die gemeenschap die is groter dan wat je ziet op aan likejes. Ja. Maar het heeft wel een impact gehad, dat merk ik ook. Ook een impact in de straat. Iedereen in mijn straat kent de ander nu beter. En dat was ook een grote wens van mij. Dat er in die coronatijd, dat we teruggeworpen op onszelf, dat we toch een ander beter leren kennen. Ja, het is wat dat betreft wel bizar natuurlijk dat in de gemeente, en we hebben deze week ook weer de Week van de Eenzaamheid, er zoveel beleid wordt opgestart om wat te doen aan vereenzaming en aan eenzaamheid. En dan heb je deze bijzondere moeilijke coronacrisis, waardoor je wordt teruggeworpen op jezelf. En dan in jouw straat pakt zo'n project uit dat er dan toch een vorm van verbinding tot stand komt. Ja. Het is heel fijn te merken. Dus we hebben ook onlangs een straatfeest gehouden, wat we elk jaar doen, hè, met in dit geval heel erg bescheiden en op anderhalve meter afstand. Maar iedereen had het erover. Ja. En iedereen zei, weet je, heb je dat gelezen van die en die? En wat bijzonder. En dus er is echt wel een verbinding ontstaan in de straat. Ja, en heb je nu ook nog plannen? Ik bedoel, je hebt het op Facebook geplaatst. Ga je het bundelen? Ja, ik ga het bundelen. Ik ga maandag naar een uitgever die is geïnteresseerd. En dan gaan we het hebben over wanneer en hoe. Maar ik kom in het Dordrecht Museum. En ik vind dat daar echt een mooie boekpublicatie bij hoort. Dus ja. Als mensen de tentoonstelling hebben gezien, dan wil ik dat ze ook thuis nog iets kunnen lezen. Dus ik wil een bescheiden, maar hele goede uitgave maken voor €15. En die is daar dan te koop en in de reguliere boekhandel. Maar daar zit dan ook een zekere druk op, want dan wil je dat klaar hebben als die expositie begint. Ja, dus, dat wordt nog wel even hard werken. Ja. Maar goed, ik heb al 30 verhalen klaar. Ja, nee, de inhoud is er wel, maar de vormgeving en het overleg. Bedoel, er zit altijd heel veel tijd aan het tot stand brengen van een boek. Ja. Het ligt niet zomaar te koop. Nee dus, maar ik vermoed dat wel gaat lukken. Ja, ja. Het moet lukken. Nou ja, ik ben heel erg benieuwd naar die uitgave, ook naar de expositie die er gaat komen. Beloof je nu vast dat ik in ieder geval een exemplaar koop, want heerlijk om die verhalen in de kast te hebben staan en af en toe eens beet te pakken. Want het is echt een heel mooi project geweest. Ja, want het gaat, dat wil ik ook wel benadrukken, het gaat
Het gaat over mijn straat, de Hoge Nieuwstraat, maar het ontstijgt mijn straat. Het is, ja. dit zijn verhalen die ik overal had kunnen maken. Het is, ik heb ook een soort werktitel, stemmen uit de Hoge Nieuwstraat, Dordrecht in tijden van corona. Ja. Het is, had overal kunnen zijn, Sterrenburg, Oud-Gespijn. Ja. Het is toch een heel Dordts boek. Ja. En nou, een Dordtse mooi. Tentoonstelling. Dus, ja. Nou ja, we hebben iets om naar uit te kijken. Even over de datum, december was het nou? 13 december. 13 december ja. Zou die tentoonstelling openen. Ja. Dus mensen, onthoud dat vast. 13 december, I Love Dordt, of hoe het ook maar gaat heten, met daarin ja. Een prominente plek voor deze prachtige verhalen uit de straat van Frits Baarda. Frits, dankjewel dat je dat wilde komen vertellen.